In deze unpacking van Modern Myths kijken we naar Nightmare Horror Adventures van Identity Games. Welcome to Crafton Mansion. Dit verhaalgedreven spel lijkt een beetje op een horror computer game waarin je met z'n vijven, maximaal vijf, het spel werkt ook het best met z'n vijf volgens de handleiding, een spookhuis binnengaat om te kijken wat er aan de hand is. En op de achterkant van de doos wordt het goed uitgelegd. Nightmare Horror Adventures is een spannende, meeslepende en avondvullende belevenis vol verrassingen. Je speelt een van de vijf Crafton kinderen en gaat in een oud landhuis op zoek naar aanwijzingen over de moord op jullie ouders 15 jaar geleden. Onderzoek de kamers, herontdek je verdrongen herinneringen en kom stap voor stap dichter bij de waarheid. Je krijgt een hele doos vol met kaarten, verhalen en aanwijzingen. We gaan hem zo openmaken. Waarbij ik wel even moet zeggen van let op, spoilers. Want overal in de doos staat, let op, maak het pas open als het spel het aangeeft. Dus je moet het spel eigenlijk spelenderwijs ontdekken. Zo. Nou, de doos zelf is van redelijk goedkoop bordkarton. Maar goed, dat maakt op zich niet zo heel veel uit. En zoals je ziet zit het vol met kaarten en leuke dingen. Waarbij de kaarten eigenlijk met een soort papieren bindertje bij elkaar gehouden worden. Ik kreeg deze er al niet meer terug omheen. Dus het is wel zo, van als je hem open hebt gemaakt, dan ligt het wel doos vol met losse spulletjes. Reclamefoldertje. Dit is de voorbereiding en dit is eigenlijk alles wat je... krijgt aan handleiding. Heel klein velletje. Lees de voorbereiding. Bekijk het spelmateriaal pas als het spel dit aangeeft. Lees de kaarten goed en volledig en creëer een spannende sfeer. En hieronder staat dus hoe je het spel klaar moet liggen. Dus je moet wel eventjes de boel eruit pakken en neerleggen. Maar de bedoeling is dat je dus eigenlijk niks openmaakt en niks bekijkt. Dus in onze bijbehorende review van dit spel... zullen we dan ook zeggen van hoe de herspeelbaarheid factor is. Want natuurlijk is het mysterie de allereerste keer, als niemand het nog kent, het allerleukst. En in de rest van deze unpacking ga ik dus wel eventjes laten zien kort wat er allemaal in zit. Maar nogmaals, wil je dit spel helemaal beleven zoals het hoort? Kijk dan deze video verder niet, pas na afloop. Tenzij je graag dus wil weten van of het je moeite waard is en lees dan ook zeker de review. Nou, hier op in het midden van, van je tafel leg je dan deze kaarten op de juiste volgorde. Ze zijn genummerd. Kelder, eetkamer, keuken, salon, bibliotheek, etc. Hiermee leg je dus de layout van het landhuis uit. En op de achterkant zie je dan hoe een en ander eruit ziet. De tekeningen zijn mooi gemaakt. Lekker creepy horror. Landhuissfeer, dus ben je fan van films van Blumhouse en andere bekende horror spookhuizenfilms, dan voel je je natuurlijk meteen al in de juiste setting. Nou, met je vrienden ga je dus dit huis doorlopen en het geheel begint met een envelop in de doos. Ik zal het even eruit halen, kan je dat zien? Hoppakee. Hier heb je dus een envelop, die leg je in de doos. Staat ook, bekijk het spelmateriaal pas als het spel dit aangeeft. Laat deze envelop in de doos en hieronder staat, maak niet open. Aan het eind van deze video zal ik het toch eventjes kort laten zien. Maar nogmaals, wil je zelf achterkomen wat hier allemaal speelt? Spoiler, spoiler, spoiler. Nou, hier staat je voorbereidingen van het onderzoek. Mooi envelopje. Kaartjes met een papieren houdertje. Welkomstwoord voor neven en nichten. Welkom allemaal en fijn dat jullie er zijn om samen met mij de moordenaar van onze ouders en opa te ontmaskeren. Voor degenen die me niet meteen herkennen, ik ben Johnny. Nou, er staat onder, bekijk de profielen uit deze envelop en leg ze open op tafel. Dus dan ga je dan kijken hoe het spel dit doet. De naam van de verdachte is Harry Crafton.
Richard Crafton, Patricia Crafton, Oliver Crafton, Anna Crafton, Iris Crafton, de naam van de moordenaar en dan ben je rond. Dus het is een echt een horror whodunit. Je moet een soort detective spelen in het verhaal en erachter zien te komen wie de moordenaar is. Nou, vervolgens heb je een hele stapel kaarten die op volgorde liggen. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, et cetera, et cetera. En zo ga je dus met een hele stapel kaarten op avontuur en leidt het spel je stap voor stap naar het begin en het eind. 57 kaarten, 58 kaarten, een hele hoop kaarten. Nou, op de achterkant staan dan wat er een beetje zo gebeurt. Een butlerposter met een mes, een ijzeren sleutel, de salon, draai de kamer open en zet de pion erop. Dit is de pion, gewoon plastic. Muziekkamer, draai de kamer open en zet de pion erop. Jullie betreden de muziekkamer. En dan zegt Josephine, och wat een rommel, wacht maar, ik ruim het wel even voor jullie op. En je kijkt nerveus om je heen. Oh, in de tuin, oh, dat is waar onze ouders, oh. Nou, zo krijg je dus echt het verhaal alsof er een film speelt. Stenen pilaar, jullie bekijken de stenen pilaar van dichtbij. Op de zijkant staat jullie familiewapen gegraveerd. En zo leidt het spel je dus door het verhaal heen. Nogmaals, de herspeelbaarheid factor zal in Daniels review worden vermeld. Want dit is natuurlijk wel een verhaal van als je het eenmaal gespeeld hebt, dan weet je een beetje hoe het allemaal gaat. Nou, wat hebben we hier? Dit is waar je je ervaring kan delen op Instagram. Nou, pak herinnering 13 en lees deze voor. Is iedereen te vertrouwen? De ontmoeting, et cetera, et cetera. Stroomstoring. Zoals je hier in het vakje ziet, moet je dan een maskertje opzetten. Nou, die worden geleverd. Heel mooi. Even kijken. Twee, drie, vier, vijf stuks voor het maximaal aantal spelers. En handig dus als je ook soms een lichte kamer hebt en je kan niet slapen. Dit spel geeft je maskertjes. Heel handig. Oké, dus in het donker speel je verder. Even kijken. Er hoort trouwens ook een app bij. Op de plaatje had een laptop met de website open die je dus ondersteunt. Dus ook daar zal Daniel naar kijken. Dit zijn acties die je kan ondernemen. De stamboom van de hele familie. Dit is een bewaarkaart. Die heb je dus nodig om het spel uit te spelen. En ook hierbij het spel zou je dus stuk voor stuk, stap voor stap begeleiden op je tocht. Ah, hier zijn de rest van de kaartjes. Nou, wat ik al zei, van als het eenmaal los in de doos ligt, dan moet je wel even kijken hoe je het beste bij elkaar kan houden. Maar behalve de kwaliteit van de doos zelf zijn de kaartjes gewoon lekker stevig, mooi gemaakt, uitgebreid. Dit wordt de aflegstapel, hiermee begin je dus. En dan heb je dus hier stap 2, kennismaking met iedereen. En je begint in de kelder, want waarom ook niet? Nou, oké, weer een papieren binnetje. Hoppakee. Dit mag je dus nog niet openen, staat er. Dus ook weer hier, spoiler, spoiler, spoiler. Josephine, leer je er meer over. Felix, Brigitte, William. Het zijn trouwens kaartjes die je kan je openflappen. En Roy. 1, 2, 3, 4, 5. Dus er is ook nog een klein beetje rollenspel komt erbij kijken. Nou, tot slot nog weer een stapel kaarten met een papieren binnetje. Herinnering 1, herinnering 2, herinnering 4 tot en met 13. En ook hier op de achterkant begint het verhaal zich te ontrafelen. Zoals je ziet, het is eigenlijk een detective spel met een horror element. Je gaat het stap voor stap ontdekken
Dus voorbereiding, ook als je het gekocht hebt, voor je vrienden er zijn of je familie. Alles dicht laten, pas spelenderwijs lezen. En de grote vraag is dan natuurlijk van, is het dan een tweede keer ook nog leuk? Voor nu ziet het er gewoon prachtig uit. Het is een spannend uitziend spel met leuke extra's, zoals de website en allemaal mooie kaartjes. Lees ook zeker onze review om de conclusie van Daniel, die bordspelkenner en horrorliefhebber is, of hij dit spel je aanraadt. En dan zien we je bij de volgende unpacking van Modern Myths.